Op Lentelandboerderijen wordt voedsel geproduceerd in samenwerking met de natuur. 40 kilometer aan fruitbomen, daar komt straks 40 ton fruit vanaf. Je hebt dus mestkevers die honderden kilo's per hectare grondwerk doen. Door alleen maar te graven. Ja. Dat proces, dat hoeven wij alleen maar in gang te zetten. En dan doet de natuur het eigenlijk allemaal zelf. Ik trek die gewoon zo uit en ik heb dus mijn schone pret ervan op. Voor mij is het fantastisch om mensen hier uit te nodigen, de rondleiding te geven, te laten zien hoe die bodem leeft. Uiteindelijk is de basis van ons leven is de gesteldheid van die bodem en dat voedsel en die biodiversiteit en de zuurstof en de koolstofopslag is belangrijk. Daarom is het belangrijk dat grond weer gemeenschappelijk bezit wordt en eigenlijk een beetje uit het financiële systeem wordt gehaald. Goed zo. Kom maar. Ja, goed zo. Dus hier gaan we wat grotere akkers naast de camping krijgen. Als je echt ecologische en sociale doelen voorop stelt, dan moet je extreem goed naar dat economische kijken. De Excel-modellen die wij bij Lentland gebruiken, nou, je zou het niet geloven, maar dat gaat echt heel erg ver. Ik was zelf ook niet, komende uit zeg maar, bedrijfsleven, was ik zelf ook niet ingestapt als het bedrijfsmatig niet heel goed in elkaar had gezeten. Nou, ik verbaas me soms over dat het dus werkt. Het eerste jaar zijn we gestart met 50 groentepakketten. En dat zat heel snel volgeboekt. Dus inmiddels hebben we al een wachtrij voor volgend jaar. Ik wil dingen doen waarvan ik zeker weet dat ze een positieve bijdrage hebben. En dat probeer ik zo groot mogelijk te maken. Ja, en ze steunen je ook gewoon echt als hele goede buren. Wow. Spectaculair, ja. Het gemeenschappelijk aspect dat je het samen zo'n boerderij realiseert, dat je het samen mogelijk maakt, dat mensen mede-eigenaar worden van die plek en daar ook van mee kunnen profiteren. Ja, dat vind ik heel logisch en dat is wat mij betreft ook inherent aan regeneratie, dat sociale deel. Ik vind het altijd heel fijn om mensen hier te ontvangen en ze te kunnen laten proeven van waar dat er hier recht gewoon van het land geplukt wordt en dan helemaal hier in huis gemaakt wordt en naar voren te schotelen. Dat is fantastisch. Daar doen we het voor, om deze plek uit zijn voegen te zien barsten van het leven eigenlijk. Dat is waar we voor werken. Ik kan me weinig inbeelden dat zinvoller is. En iedereen kan meegenieten van de oogst en boerderijen en mede-eigenaar worden van deze plekken.